Je bent een van de grote organisatoren achter dit historisch festival. Hoe is het om dit te mogen doen? Ja, dat is geweldig. Het is uniek voor Almelo, niet alleen Almelo, maar boven regionaal. We weten dat mensen vanuit steeds grotere regio hier naartoe komen om dit te kunnen zien. Het is een gratis festival, dus daar is voor het breed publiek ook te bereikbaar. En je ziet dat het enorm populair is. Ook doordat we de jeugd enorm erbij betrekken. Dus dit is mooi om Almelo op de kaart te zetten. Ja. Wat maakt het voor jou nou zo belangrijk om een re-enactor te zijn? Waarom maakt het zo belangrijk? Het is heel leuk om terug te gaan in de tijd. Waarbij het allemaal wat primitiever aan toe ging. En wat natuurlijk extra leuk maakt, dat je dus de mensen van nu laat kennismaken. Als het ware met de tijdmachine teruggaat in de tijd. Van hoe ging dat nou vroeger? En om dat zelf te beleven, ja, dan is dat eigenlijk nog veel leuker dan dat je dat alleen maar aanschouwt. Dus ik ga terug in de tijd met heel veel plezier. Corporaal Droog van de gewapende burgermacht uit het departement van de Eems, ruwweg het huidige Groningen, Friesland, Noord-Drenthe. Juist, en jullie zijn hier wel op een hele primitieve manier aan het koken en bakken. Wat wordt hier gebakken? Spek en zuurkool en rusti. Dat is een nieuw recept dat uit Zwitserland is komen overwaaien. Juist, dus zijn... Oké, ik hoor dat ze net bezig zijn met het bakken van speklappen. Ja, onze Willy, is druk bezig met het bakken, want we hebben juist uitgebreid gemarcheerd en de keizer begroet. Dus we hebben daar wel een hongerige maag en het wordt bereid. Juist, en ik geloof dat jullie daar zuurkool erbij en er wordt met een blaasbalg wordt dat vuurtje aangestookt, geloof ik, hè? Ja, precies zoals het hoort. En hoe lang verblijven jullie hier? We zijn juist aangekomen marcheren uit Groningen en zondag in de namiddag marcheren we weer terug en dan hopen we ergens eind volgende week weer terug te komen. Dat miste we. Lekker. Nou, hij moet nog even, hij moet helemaal gaan.